bij de waterpolo's. En dan heb je jonge dames, een jaar of 13, 14. En die zeiden heel eerlijk, eigenlijk had ik helemaal geen zin om vanavond met jullie te praten. Maar ja, mijn moeder zei, het gebeurt bijna nooit dat de gemeente zo dicht bij jou komt om met jou te vragen wat jij wil. Ja. En ze was zelfs zo enthousiast dat ze de dag erna ook nog bij het ontbijt is gekomen. Say what's on your mind, I'll be your eye. Hij zegt van, ik probeer u al een half jaar te bereiken en een afspraak met u te maken. En ik bel steeds, maar het lukt niet en er wordt geen afspraak met mij gemaakt. Hmm. Nou, dat vind ik heel vervelend. Want ik snap bijna niet waarom iemand die barrière blijkbaar niet doorkomt om met mij een afspraak te maken. So Dan kom je zo'n dag in het Binnenbos en dan zeggen oudere mensen tegen ons, we zullen wat van die apparaten willen, waarmee we goed oud kunnen worden. En het meest dierbare is dat wij eerst in de jongerenraad hebben opgehaald wat zij nou het belangrijkst vonden voor de zorg. En zij zeiden, vooral zorgen voor ouderen is het belangrijkst. En we hebben vooral overdag bij het winkelcentrum heel veel oudere mensen gesproken die zeiden, als zorg zo belangrijk is, zorg nou maar eerst voor de jongeren hier. Dat is mooi, dat mensen zo elkaar geven. So let's talk about. Let's talk about love. Let's talk about us. Dank voor jullie aandacht. Let's talk about love.